Regiotaxi Gelderland stopt per 31 december 2016. Reizigers van de huidige regiotaxi gaan met ingang van 1 januari 2017 gebruik maken van het regionale vervoerssysteem. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de regio-gemeenten en gaat Versis heten. In het laatste kwartaal van dit jaar zullen de reizigers direct en volledig geïnformeerd worden over de gang van zaken. Het uitgangspunt is dat zij zo weinig mogelijk zullen merken van de overgang. Men gaat ervan uit dat de vervoerskwaliteit er niet op achteruit gaat. In de aanloop naar de overgang kunnen geïnteresseerden een en ander nalezen op de website.